Renault Antwerpen. De auto's van stad. Dat WK was toen hier in de Stadsfeestzaal in Antwerpen, bijna 40 jaar geleden. Met toen nog Remo Keulemans en Ludo Dillies aan de tafel. Die laatste organiseert nu het volgende WK in Antwerpen. En daar heeft hij nog 4 maanden de tijd voor. We zitten op schema, we hebben er een bepaald moment hard moeten aan werken. Ook omdat het niet allemaal zo evident is deze periode, ook financieel. Maar ik zou durven zeggen eindgoed. We hebben een geweldige ondersteuning gekregen van verschillende firma's. Dus ik denk dat we daar goed zitten. Antwerpen is toch de bakermat van biljarten geweest altijd. En ik vind het een enorm initiatief. Heeft een fantastisch comité samengesteld. En ik ben er heel stellig van overtuigd dat dit WK een groot succes gaat worden. Ik heb 9 wereldtitels. Als dit lukt, is dat bij manier een 10e wereldtitel die ik meegenomen heb. Het WK moet het biljart ook naar het grote publiek brengen. Zo komen de jeugd- en de G-sporters aan bod. En met de Lotto Arena mikt het WK ook op veel volk. 1000 toeschouwers op de topdagen. Denk je nu niet soms, waar ben ik aan begonnen? Ja, daar moet ik niet rap over nadenken. Ik heb toch wel veel inlichtingen gedaan, waar de controle iets makkelijker was, vond ik. Dit is een grote uitdaging. En is wel iets zwaarder dan verwacht. Ik weet natuurlijk, het is een wereldkampioenschap, dan weet je waaraan je begint. Maar de druk om dat tot een goed einde te brengen is er. En dat zal wel duren totdat het kampioenschap begint. En hopelijk valt de druk dan weg. De huidige wereldkampioen is trouwens een Antwerpenaar, Eddy Merckx. Hij verdedigt dus zijn titel in eigen stad.